echt Oh, leuk! Heel erg leuk. Leuk! De fik was stuk. Hoi en welkom bij het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. En ik ben Denise Anna. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Action Unboxing. Vandaag gaan wij namelijk allemaal spullen unboxen die in het teken staan om het nieuwe jaar te vieren. Denise, hoe vier jij eigenlijk het nieuwe jaar altijd? Ja, het nieuwe jaar, weet je wat het is? Ik ben 4 januari meteen jarig, dus meteen, weer een feest. Begint het jaar gewoon met zo'n knaller. Ja, gewoon klapper op klapper op klapper. Ja. Oh, wat goed. Ja, ja. Geweldig. Ja, mooi. En jij? Af en toe wel een nieuwjaarsborrel. Ik moet zeggen, volgend jaar heb ik nog niet echt nieuwjaarsborrel plannen. Maar misschien komen die nog wel. Ik hou mijn opties open. Nodig me uit. Ik wilde het net zeggen. En aan producten die wij vandaag gaan unboxen, waar denk je dan vooral aan? Nou ja, we gaan natuurlijk feestartikelen unboxen. Dus ik hoop iets met glitter en misschien een leuke glas of zo voor een lekkere borrel. Oh ja. Een bordje voor de kaashapjes. Oh, dat is leuk. Ja, ja toch? Iets van leuke champagneglaasjes. Ja, champagneglaasjes. Met glitters. Ja, hoop ik op. Dit is zo leuk! Oh, wat heftig! Oh mijn god, ik zei toch, ik wil iets met glitter. Glitters! Nou, je hebt heerlijk. Jij bent weer goud, hè? Ja, ik ben ik goud. Ik ben zilver. Ik ben helemaal goldie, kijk dan. Ja, enig dit. Een hoedje met die heerlijk sterren. Fout, dit met die veertjes aan de onderkant. Dat is wel echt heel fout en dat balletje er bovenop. Hoe heet het strikje? Is het gewoon een strikje? Een vlinderdasje. Oh kijk, je kan die pailletjes omdraaien. Je kan goud of je kan voor zilver gaan. Dat is even leuk. Oké, wat denk je dat het kost? Ik denk dus dat het heel goedkoop is. Ik denk iets van 1 euro 10. Ik denk 99 cent. Oeh. 1,48. Oké, maar dat is voor twee dingen, hè? Twee dingen. Valt mee. Ik heb het weer onderschat. Ik moet weer even inkomen. Ja, ik moet ook, maar ik moet altijd inkomen. Ik ben heel nooit erin geweest eigenlijk. Wat is het? Leuk, het zijn glazen. God. Met een gouden randje. Oh, wat leuk. Wijnglazen. Hey, hebben we nou dezelfde? Oh, je hebt de grote, je hebt de rode wijnglazen. Oh, je hebt en ik heb witte de wijn. Witte. Oh, leuk. Maar wat zijn ze mooi. Maar wat een chique doos ook. Ja, ik wil het eruit halen. Ja, ik ook. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, dus er zijn dus twee glazen in per verpakking. Oh, wat heel mooi. Maar het voelt goed. Maar en stevig. Best wel zwaar of zo. Cheers. Ja. Oh, dat klinkt ook lekker. Wat denk jij dat het kost? Voor twee glazen, ik denk 4,95. Oeh, best veel. Ja, maar het voelt wel duur. Ja, zo, snap je? Ja, dat is wel zo. 4,35. 2,44? Wow, oh my god, we moeten zo meteen echt inslaan, man. Zo, ja, dit wil ik mee naar huis. Ik ook. Krijg je ook wel een wijn erin? Of ja, waar is de wijn? Oh, leuk. Kaarsje met glitters. Ja, daar word je vrolijk van, ja. Hè? Ja, nee, ik ook hoor. Ik vind deze echt mooi. Steek jij zo'n kaarsje aan thuis? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ik ook. Elke dag. Ik vind het zo gezellig. Ik vind deze oprecht lekker ruiken. Ik vind die lekkerder. Ja, ik ook. Maar ik vind deze mooier. Deze mooier, ja. Lastig. Ja, kijk dan, wat leuk. Het is echt mooi. Oh, deze wil ik echt voor thuis. 70 cent per kaars. Dat is een hele goede prijs. Ja, ik zeg 89. 1,49. Oké, het zijn iets duurder. Iets duurder dan verwacht, inderdaad. Maar ik vind het wel het geld waard, hoor. Is heel leuk. Voor 1, wat was het nou? Ik ben het nou weer vergeten. 1,49 niet lijkt. 1,49. Wat hebben we daar? Eten! Oh mijn god, yes, eindelijk. Oeh, lekker! Milk, chocolate, peanuts. Eet je dit bij een feestje? Ja. Ja, ik ook. Ja, in zo'n schaaltje. Maar dat is zeg maar iets wat je heel tijd wil pakken, maar je wil niet te veel pakken. Je wil niet te veel pakken. En je wil niet degene zijn die heel tijd eet. Maar... En toch ben ik altijd diegene. Ik ook. Ik heb de sugar peanuts. Dat vind ik altijd zo lekker, want er zit zo'n lekker krokant laagje op. Heel lekker. Ja, die aten wij vroeger thuis heel vaak. Heb je nou eindelijk iets gevonden wat je lekker vindt? Wat ik lekker vind, ja. Nou, weer tijd. Oh, ruik. Oh, sorry. Lekker. Dat ruikt echt lekker. Zo lekker. Oh, heerlijk. Soms denk ik, hoe kan dit een pinda zijn? Het smaakt helemaal niet naar een pinda meer. Zo lekker. Doen we eerst deze peanuts, chocolate peanuts even wandelen? Ik denk 99 cent. 79 cent. 1,35. Oh, we moeten omhoog. Oké, jij zag het al. Zoveel leuke dingen. Ja. Oh, enig dit. Kijk. Met een glitterpootje. Zilveren glitters. En er staat cheers, kling, kling. We gaan uitproberen, ja? Kling, kling. Oh, mooi.
Leuk doosje trouwens, ja, ook, hè? Ja, heel leuk. Cheers champagne. Het is echt super feestelijk zo. Ja. Ik zou hier best wel mijn champagne uit willen drinken, wat jij? Ja, ik ook, heel graag. Maar ja, wat denk je dat het kost per glas? Het wordt inderdaad per stuk verkocht. Ja. Ik denk, wat zou het zijn? 1 euro per stuk? Ik denk wel duurder. Ik zeg tussen 1 euro en 1,50. Oké, ik dan daarboven. 2,49. Ja. Oké, deze zijn dus iets duurder. Ja. Maar deze zijn wel even met een extra touch. Extra touch. Hou ik van. Nee, heel leuk. Leuk. Oh my god. Oh my god, dit is geweldig. Dit is zo leuk. Kijk dan, wat heb jij voor smaak? Apple. Ik heb ook apple en strawberry. Oh, lekker. Ik ben wel benieuwd. Ik ook. Ik vind die leuker met de unicorn. Ja, de unicorn. Ik heb, wat heb ik? Een lama. Oeh. Lekker hoor. Cheers. Ja, cheers. Ik ben benieuwd. Ik ook. Dit smaakt meer naar... Lekker. Gewoon een vleugje appel of zo proef ik. Gewoon lekker. Ja, ja, en dit is absoluut echt... een favoriet. Ja, dit is gewoon echt limonade met prik. Ook lekker hoor, maar ik hou er gewoon niet van. En dit ziet er echt uit als champagne, dus extra leuk. Ik denk 1,98. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, benieuwd. Het is gewoon zo lang geleden dat ik het goed had. Het was zeer. Ja, maar ik weet niet eens wat het gevoel is. Ik vind het echt een goede prijs. Ik vind het echt chill. Het ziet er mooi uit. Superleuk, inderdaad. Leuk. Ja, voor de kindjes ook wel, of als je zelf geen alcohol wil. Yes, eten. Eindelijk weer. Hier hebben we spijsbroodjes en hier hebben we abrikozenflappen. Abrikozenflappen. Vind je dat lekker of vind je met appel? Appel wil ik liever. Maar misschien is het lekker. Ik wil het proberen. Volgens mij is dat best wel lekker hoor. Het ziet er lekker uit. Ik hou ervan als er zulke grote suiker. Ja, ik ook. Die grote. De glis wordt zo lekker, hè? Oh, dat ziet er uit. Wow, wat groot. Lekker. Ja. Mm-hmm. Hij ziet er wel lekker uit, hoor. Ja. Oké, Denise, de vraag is, wat kosten ze? Oké, de abrikozenflappen denk ik 1,10 euro. En de spijsbroodjes? Ja. 1,19. Oké, okay. Ja. We gaan ervoor. Ga jij of ga ik? Ga maar. Ik ga. Ja. Ik ga. Daar zijn de sparkles. Oh, leuk. Oh, hoe heet dat? Vlaggetjes. Oh, maar dat is leuk. Superleuk. Dit vind ik niet zo wat leuk. Wat is dat? Ja, voor een feestje zo. Foute nieuwe. Voor je foute oom bijvoorbeeld. Ja, ja, dat toch? Wel. Maar in tegenstelling tot deze dingen. Deze zou ik zeker weten in mijn huis leuk. Willen overhangen, hoor. Maar dit vind ik heel erg leuk. Leuk. Dus dan kan je zo mixen en matchen. Zijn ze nou zo groot, die vlaggetjes, of niet? Oké, wat denk je wat het kost? 1 euro. Nee, 99 cent kost. 95 cent. Bijna. 4 cent er vanaf. Yes. Oké. Okay, we gaan er weer voor. Wat is dit? Oh. Sorry, ik schrijf zo voor je. Oh mijn god. Oh, deze is 1 meter. Dat? Een champagneglas. Kijk eens. Oh, leuk. En ik heb hier zo... Happy New Year letters. Oh mijn god, dat is zo leuk. Maar zo dit allemaal in dit pakketje zit of is dit één letter? Echt oh leuk. Ja, super vet. Oh leuk. Super leuk dit. En die? Oh mijn god. Wat leuk. Oh, die is ook lachen. Wacht, ik krijg het niet eens vol in beeld. Nee. Leuk ook dat het stokje dan zo meegaat. Oh, ik ben hilarisch. Leuk. Ik ga stuk. Ik denk dat het best wel duur is of zo voor een ballon. Ja, minimaal euro. Ik denk sowieso wel 2, misschien 2. Oh. Ja, ik denk wel 1,99 of zo. Dit is duur. Ja, dit is sowieso wel. Superveel letters. 2,50 euro of zo. Ja, ik denk zelfs 3,40 euro. Meid. Echt, is het een foutje? Dat klopt niet. Dat kan niet. Heb je heel veel letters? Helemaal ballonnen. Het is echt heel veel. Oké, maar wel super. Superleuk, ja. Ga je dit in je huis ophangen? Ja. Ja. Deze vond ik echt heel leuk. Ik kan ook echt niet kiezen wat mijn favoriet is. Wij en natuurlijk namens Action willen jullie een heel erg gelukkig 2020 wensen. Wij zijn er volgend jaar gewoon weer met nieuwe unboxing video's. En tot die tijd kun je ons lekker volgen op onze eigen YouTube kanalen. Yes. Bedankt voor het kijken en Happy New Year! Doei!